Dit is de vissengraatarmband. Het Engels heet hij de fishtail bracelet. En je kan hem heel gemakkelijk maken met de miniloom. En we laten je nu zien hoe we dat doen. Zoals gezegd, wat je nodig hebt is je miniloom. Dat is dat blauwe dingetje wat je daar in het midden ziet. En een haaknaald. We gaan hem maken met de twee kleurtjes die je ook hier ziet. En we laten je nu zien hoe je begint. Pak je eerste kleur, die vouw je als een 8. En dan doe je er ook als een 8 op. Dan pak je volgende kleur. En die doe je erop zonder een 8. Je volgende kleur is ook weer zonder een 8. Nu heb je 3 elastiekjes boven elkaar. De onderste heb je als een 8 gevouwen. En de elastiekjes daarna, de 2 elastiekjes daarna heb je gewoon op je loom gedaan. Daarna aandrukken. Pak je haaknaald. Dan pak je de onderste. Haal je over de 2 andere heen. En die breng je naar het midden, zeg maar. Dat doe je ook bij de andere kant. Je pakt de onderste. Boven die 2 andere. En naar het midden. Vervolgens pak je volgende kleur. En doe je er weer op zonder een 8. Die 8 hoef je niet meer te maken. Dat is alleen maar het allereerste elastiekje. Pak weer de onderste over de 2 andere heen. Naar het midden. Onderste over de 2 andere heen en naar het midden. Dan kan je hem als het goed is al aantrekken. Dat is even lastig. Even zoeken. Soms dan lukt het juist meteen en soms dan, moet je een paar keer proberen de 2 elastiekjes te pakken. Dan trek je hem aan naar beneden. Dit wordt makkelijker. Naarmate je meer je armband langer wordt, kan je het gewoon met je vingers pakken. De onderste weer, over de andere 2 heen naar het midden en ook de andere kant. Wij maken hem nu met 2 kleuren, maar je kan hem natuurlijk ook met 3 kleuren maken. En ook weer aantrekken. En weer aantrekken. Een beetje naar beneden duwen en de volgende erop. Het leuke van deze miniloom is dat je hem heel makkelijk mee kan nemen in je tas, in je jaszak. En zo kan je overal deze leuke armbandjes maken. Wij namen hem bijvoorbeeld mee in het vliegtuig of weg naar huis. Vanuit Amerika. Waar we deze Rainbow Loom gekocht hebben. Doe je er nou overheen? Je begint al een beetje het patroon te zien van de armband. De onderste over de 2 bovenste. En naar het midden. De onderste over de 2 bovenste en naar het midden. Dat doe je dan eigenlijk helemaal zo door totdat jouw lengte voor je pols bereikt is. We hebben even een sprongetje gemaakt. De armband wordt al langer zoals je ziet. We doen er nog een paar bovenop en dan laten we je zien hoe je de armband afmaakt. Even aandrukken. En de onderste over de bovenste 2. De onderste over de bovenste 2. Zoals je ziet gebruiken we nu de originele haaknaald van Rainbow Loom. En daarvoor hadden we deze. En in een ander filmpje laten we je zien hoe je dat leuke hoesje kan maken wat er omheen zit. Hij is niet alleen leuk, maar hij is ook heel handig. Ja, waarom zou je zo'n haaknaald willen hebben? Omdat als je bijvoorbeeld figuurtjes gaat maken, heb je soms wel 6 of 7 elastiekjes boven elkaar. Dan moet je heel veel kracht zetten. En die plastic haaknaald, die wil daar wel eens door kapot gaan. En dan is het fijner om zo'n ijzeren haaknaald te hebben. We gaan je nu laten zien hoe je de armband afmaakt. De gewenste lengte van de armband is bereikt. En hoe ga je dan verder? Daarna pak je hem eraf. Hou hem goed vast in het midden, want de elastiekjes zitten los. Dan haal je de 2
elastiekjes die erin zitten eruit. Dan pak je de laatste. Daar doe je 2 vingers in. Dan pak je de C-clip. En die steek je eraan. Vervolgens pak je je uiteinde. En die doe je erop aan de andere kant. En dan is je armband af.